hier heeft de B-compagnie haar laatste rustplaats gevonden. Dat was een goed onderdeel, die Amerikaanse B-compagnie. Wat zou er met hen gebeurd zijn? Wie zal het zeggen? Er kwam er niet één terug om het te vertellen. Must have been a snafu somewhere, sir. Somebody must have done something wrong. I don't know, Lieutenant. I just can't understand it. We were a good outfit. Everybody said so. Back in Louisiana, we shaped up top company. What happened to us? Somebody must have let us down. I only wished I knew. Laten wij eens proberen voor de gesneuvelden van de B-compagnie het antwoord te vinden. Want er moet natuurlijk een of andere feitelijke oorzaak zijn geweest. Vroeger in het depot was de eenheid prima. Hoewel hij natuurlijk niet veel verschilde van de andere oorlogscompagnieën. Hij bestond uit eenzelfde slag kerels en kreeg dezelfde opleiding. Het komt in een leger haast nooit voor dat een hele compagnie sneuvelt. Het is belangrijk te weten waarom juist deze eenheid, waarvan veel werd verwacht, ten onder ging. De B-compagnie had goede eigenschappen. Prima leiding, discipline, goede lichamelijke gesteldheid en een goede geest. Zelfs na een zware oefening kwam ze in topvorm terug. It's in damn good shape. Yes, sir. What's all this? It's been accumulating, sir. Shoes again. There's always something about shoes. It seems that we had an awful lot turned in for salvage last week. Well, what's wrong with that? The men have to have shoes, don't they? Moon was een van de soldaten die zijn schoenen niet inleverde als ze nodig gerepareerd moesten worden. Zijn tweede paar was nieuw, dus pijnlijk. Voor de velddienst gebruikte hij het paar dat was ingelopen. Het nieuwe paar bewaarde hij voor inspecties. Voor een vechtsoldaat is het geweer het allerbelangrijkste. De vijand schiet hem dood of hij de vijand. Dat hangt af van zijn geweer. Is that how you get the old hair trigger? Shut up. You want to get me in trouble? I won't tell nobody. Say, how you do that anyway? All you do is file there. Just a little bit. Padoni was een soldaat die zijn geweer vertroetelde. Maar hij dacht ook dat hij zijn geweer kon verbeteren. Op de schietbaan kwam het niet uit dat Padoni aan zijn geweer geknoeid had. Hij werd de beste schutter van het bataljon. Daarvoor gaf de kapitein een prestatieverlof. En hij zei tegen hem dat hij en de gehele compagnie trots op Padoni waren. De B-compagnie had niet alleen goede schutters, maar ook prima chauffeurs. Wilcox zette er alles op om te bewijzen dat hij de beste chauffeur van het bataljon was. Bij velddienstoefeningen, bij rijden bij nacht over moeilijk terrein, Wilcox bewees zijn kunnen. Maar Wilcox was ook een expert in andere zaken. Hij wist precies met welke dingen hij de hand kon lichten. Wilcox, you've got a lot of body dirt. I must have picked it up today, sir. Terribly sorry. Won't happen again. How about grease and transmission? Check and double check, sir. Just went over it this morning. Are you sure? Oh, yes, sir.
Under there is the sweetest grease job in this whole pool. Well, I don't mind a little body dirt so much as long as the rest of it comes up to par. Thank you, sir. Where would you be if he really got down and looked? Up a certain creek. You took an awful chance. Yeah? Trouble with you is, Bugsy, dear, you just don't understand human psychology. You see, that lieutenant and I, we get along fine. Because he knows I'm the best driver in the outfit. Company! Halt! Halt! Here, hold this, will you? This damn pack is killing me. That's easy. Why don't you just lose it? Maybe that's just what I will do. Vroeger verloor Bugs de dingen door zorgeloosheid. Omdat het geen ernstige moeilijkheden gaf, ging hij ertoe over opzettelijk zijn uitrusting te verliezen. A field pack. Nobody ever lost a field pack. It can't be done. Not in a million years could you lose a field pack. But I did. Oh, I'm terribly sorry, Sergeant. I can't understand how it happened. You're sorry? How in the hell are you ever going to fight a war? Well, when it comes to fighting, you don't have to worry about me, Sergeant. I'll be very glad when I ship over. Then there'll be no more of this haggling over equipment. Then we'll get down to fighting. And that's all that really counts. You fat-headed monkey. I'll have you busted for this. Bugs gaf daar niet zoveel om. Ook niet om de inhoudingen. Zijn familie stuurde toch geld. Hij meende dat de kleine dingen er bij de opleiding niet op aankwamen. De grote taak was wat je had te doen als je in het gevecht kwam. En zijn vrienden keken hem er niet lelijk op aan. Hanks, Duffy en Brown. Ah, this meatloaf stinks. Op de maaltijden hebben ze voortdurend kritiek. Dat spul is nooit goed genoeg. Aan vitamine hebben ze maling. Dus maar weer naar de kantine. Niet voor de juffrouw, maar om de honger te stillen met pinda's, chocolade, koeken, cola en bier. Gedurende de opleiding leek het wel dat al deze kleinigheden geen invloed hadden op het peil van de B-compagnie. Ondanks het feit dat sommige soldaten hun magen vervuilden met te veel snoep uit de kantine en enkele mannen hun uitrusting verwaarloosden, mishandelden of verloren. Ze vormden slechts een uitzondering. En hun fouten werden niet ontdekt tijdens de zware opleiding. Werkelijk, het scheen dat het maar kleinigheden waren. De hele compagnie was goed geoefend. Toen ze naar de boot gingen, waren ze lichamelijk en geestelijk volkomen fit. De zware opleiding had zelfs het verlangen opgewekt om in werkelijkheid te tonen wat ze konden. Ze wisten hoe te vechten en hadden de wil om te vechten. Ze landden op een klein eiland in de Stille Oceaan. Een heuvel die hun lot zou bepalen, beheerste het eiland. Het eiland was erg klein en de Jappen hadden het niet nodig geoordeeld de kust te verdedigen. Maar het eiland kon belangrijk worden als er een vliegveld kwam. Een nieuwe springplank op de weg naar Japan. De B-compagnie ploeterde voort naar heuvel 47. Gedurende de eerste kilometers was er alleen maar hitte en jungle. Het deed hen niets, want ze waren goed getraind. De eerste rust. Even uitblazen. Bij de tweede rust had Moon moeilijkheden. En daarvoor had de training niet geholpen. Hij had spijt dat hij zijn schoenen niet ingeleverd had. Het tweede paar inlopen kon nooit zo pijnlijk geweest zijn als nu. Hey Brown, why didn't you change off with the other pair? They're back with the supply column, sir. Well, they don't do you very much good there, do they? They wouldn't do me much good anyway, sir. They're too tight. Damn fool.
Get the patrol ready. Yes, sir. And that's about it. Now, whatever happens, we've got to know about Hill 47. According to our latest information, there probably aren't any Japs there. But you've got to confirm that. And if it's true, find out how far away from Hill 47 they are. But whatever you do, avoid contact. Don't give yourselves away. Fight only if attacked, but bring back the facts. And good luck. Het was een eer aangewezen te worden voor die eerste patrouille. De mannen waren er trots op. Ja, dat was iets heel anders dan die oorlogsspelletjes tussen rood en blauw. Nu waren ze de voelhorens van de compagnie. Bouts was er ook bij. Hij verloor alles, behalve zijn zenuwen. Hij had zich vrijwillig opgegeven, want hij zag liever Jappen dan de fourier. En daar, aan het eind, Padoni. Als er geschoten moest worden, dan was hij de man. Maar de bevelen luiden niet te vuren, geen enkel schot. Alleen in noodgevallen, als het niet anders kon. Elke behoedzame stap, iedere minuut was boordevol gevaren. Maar eindelijk, daar was heuvel 47. En ervoor een open plek die moest worden gepasseerd. Nu was de tijd aangebroken om het geleerde in praktijk te brengen. To hell, we'd see some action. Take it easy. You know the orders. Dit was een ogenblik dat de mannen van de B-compagnie niet trots waren op Padoni en zijn geweer. Maar hij vond dat hij niets had misdaan. Het was pech dat hij struikelde. Zijn geweer ging af. Maar ja, dat kan iedereen overkomen. En het zag er naar uit dat het schot geen enkel slecht gevolg had. Als daar Jappen waren, hadden ze nu wel geschoten op de open plek.
Padoni en zijn geweer waren een harde noot voor de Jappen. Maar de dood van Burns en Eddie en Jake en Davis was te wijten aan hetzelfde geweer dat Padoni volgens zijn opvattingen had verbeterd. Er waren nu nog maar twee man, Boggs en Padoni, overgebleven om terug te gaan en rapport uit te brengen. De patrouille had zich heldhaftig gedragen, maar het was een onnodige actie. En dat kwam door het geweer van Padoni, dat de Jappe had gewaarschuwd dat de patrouille in aantocht was. Boggs. Did he get you? Yeah. But I'll be all right. You better get out of here, Padoni. You're a getaway man. Yeah. Ja, Boggs, zoek jij maar. Je verbandpakje is toch weg. Dat verloor je toch altijd. I lost it. Boggs hoefde nooit meer over uitrusting te kibbelen. Zonder eerste hulpmiddelen, zonder snel verband, komt de dood snel in de jungle. Padoni ging alleen terug om verslag uit te brengen. De patrouille had heuvel 47 niet bereikt. Maar ze wisten wel dat er Jappen waren. Ze wisten niet hoeveel. En dat beetje nieuws had 6 doden gekost. Er was geen tijd meer voor verdere verkenningen. Kapitein Harlow gaf bevel voor de aanval op de heuvel. De B-compagnie rukte op naar het aanvalsdoel. Voordat het eiland kon worden genomen, moest heuvel 47 bezet zijn en worden vastgehouden. De Jappen maakten zich gereed om de aanval die zij verwachten af te slaan. Ze waren door de patrouille gewaarschuwd. Aan de voet van heuvel 47 stelde de B-compagnie zich op, gereed voor de aanval. Daarboven lagen de Jappen ook klaar.
toen de Amerikanen de heuvel opkwamen, moesten de voorste Jappen terugvallen op hun opstellingen op de heuveltop. Door een onweerstaanbare aanval nam de B-compagnie heuvel 47. Vele Jappen sneuvelden, maar ook veel jonge Amerikanen. Padoni, de scherpschutter, had niet veel kans om zijn geweer te gebruiken. Zijn geweer had enkele Jappen gedood. Maar de dood van veel meer Amerikanen was te wijten aan het ongeluksschot uit datzelfde geweer. Op die heuvel deed kapitein Harlow een nare ontdekking. Hij zag dat de putten pas gegraven waren nadat de Jappen door de patrouille waren gewaarschuwd. De heuvel was dus onbezet en had zonder tegenstand genomen kunnen worden als Padoni's geweer niet was afgegaan. What about that ammunition? It's on its way. Ze hadden een kans als de bevoorradingsgroep de munitie tijdig naar boven kon krijgen. Nu hing alles af van de mannen belast met de bevoorrading. Come on, Wilcox. Haven't you got that brake drum fixed yet? It's no use, Lieutenant. They're all shot. All four brakes. How the hell did that happen? Burned out, I guess. Hey, what's this white stuff? Did you give this truck a saltwater wash? Well, there wasn't enough fresh water around, sir. The hell there wasn't. You're just too lazy to get it. All right, take that three-quarter job and leave the supply. I can't use a three-quarter, sir. It's got a burned-out clutch. But the 2.5 is okay, all set and loaded. It'll never make that jungle trail. Oh, I can get it through, sir. I know that baby, and it's got the oomph. Well, get going, then. Yes, sir. Grote dingen als de jungle konden Wilcox niet tegenhouden. Maar er waren ook kleinigheden. See, that smells like oil to me. Did you check it before taking off? Yeah, I think I did. I don't remember. And what the hell is that noise? Sounds like bearings. Some oil check you must have made. You picked a fine place for a breakdown. Come on, let's get this truck out of here. Oh, it'll take too long. Look, we're not too far away. Let's carry some of the stuff in and get a detail. Okay, you get up on the hill and guard the trucks. We'll take some of the supplies in with us. Those boys will be needing them. Right. Come on. De mannen van de draagploegen waren op de heuvel broodnodig en werden nu aan hun eigenlijke taak onttrokken. De tegenaanval begon voordat ze terug waren. De voorraden die voor hen bestemd waren, lagen nog in de jungle, omdat Wilcox zijn zaken niet had gedaan. Where the hell is that ammunition? Platoon left. They've got a 6-1 at least. All right, start falling back. Fire whatever you got, but blow.
Op hun beurt trokken nu de Amerikanen terug van de top met de Jap op hun hielen. Moon deed zijn best om het leven van kapitein Harlow te redden, maar hij faalde. Een scherpe tak drong door het gat in zijn schoen. Hij viel en kon niet op tijd schieten. Een kleinigheid, maar Moon en zijn compagniescommandant sneuvelden erdoor. In de jungle lagen Brown en Duffy en Hanks dood. En Wilcox ook. De hele draagploeg, ja, alle mannen van de B-compagnie, waren het slachtoffer van de Jappen geworden. Maar ook slachtoffers van andere dingen, kleinigheden. De voorbereiding was niet slecht. Er waren geen slechte bevelen gegeven. Er was geen paniek geweest. Alle mannen hadden zich dapper gedragen. Maar ze hadden een kleine vijfde colonne in hun midden. Een kleine vijfde colonne van eigen maaksel. Het waren niet de Japanners die hen versloegen. Het was de sluwe vijand in de man die de zaken verslonsde en verwaarloosde. Een schoen, het knoeien aan een geweer, niet kijken naar het oliepeil. Dat waren de vijanden die hen doden. De kleinigheden waar het bij jullie om gaat, zijn misschien wel van andere aard. Maar leer hieruit dat het in een oorlog daarvan kan afhangen. Dan alleen zijn de doden op heuvel 47 niet te vergeefs gevallen.